Wat je ziet is dat reizigers, of je hebt een OV-chipkaart, dan heb je een abonnement of je hebt er geld op staan. Maar als je een incidentele reiziger bent, moet je een kaartje kopen. En dit maakt natuurlijk het kaartje kopen wel heel erg makkelijk. Het is dezelfde prijs, dus je kan heel makkelijk overstappen. Je kan het thuis al doen, dus je hoeft niet meer naar een automaat te lopen. En op het moment dat je denkt, oh, nou wil ik toch even met het OV, heb je het eigenlijk altijd bij de hand. Dus dat maakt het voor reizigers heel erg makkelijk, voor die incidentele reizigers, om dit te doen. Nou, je gaat naar de App Store, daar download je de RET barcode app. En daar wijst het zich eigenlijk vanzelf. Je maakt heel makkelijk een account aan, dat kost je een minuutje. Koppel je aan je bankgegevens of aan een creditcard en dan kun je kaartjes kopen. En barcode is ook heel makkelijk om straks te combineren met een theaterticket of een groot concert. Wat wij gedaan hebben is in de poortjes waarmee je in- en uitcheckt in de metro een nieuwe laser gemonteerd. Zodat mensen met een barcode met hun mobiele app gewoon de mobiele app voor de poortjes kunnen houden. Dus je houdt ze voor een glaasje. En op die manier wordt gewoon gelezen dat je kunt inchecken en uitchecken. Net als dat je een normaal OV-chipkaart zou hebben. En die technologie hebben wij geïntroduceerd zodat de mensen daarmee nu kunnen reizen. Dus dat is veel makkelijker, veel minder rompslomp en modern en flexibel. We zijn de eerste stadsvervoerder in Nederland die dit mogelijk heeft gemaakt, samen met Thales. Het is natuurlijk voor onze reizigers heel belangrijk om die volgende stap te kunnen zetten in het makkelijker maken van de reis. Dus daarom ben ik heel trots.